Wat is daar aan de hand? Ja, het schip ligt dwars voor de brug. De brug gaat ook alweer dicht. Even kijken of we er langs kunnen. Een geblokkeerde brug, een show van varend erfgoed en een verstoorde lunch in de stad aan het Spaan. We zijn onderweg naar de andere kant van Nederland. Nou, wacht hè. Sluis zit vol. Dit is onze boot. En dit zijn wij. Meestal varen we in Friesland. Maar als we vakantie hebben, toeren we door heel Nederland. Het liefst zo ver we kunnen komen. We vertrekken uit Kampen, waar we een stukje stroomopwaarts gaan naar het Nieuwe Reefdiep, waar we over de Randmeren naar Bunschoten-Spakenburg varen. Daar vandaan gaan we via Amsterdam en het Noordzeekanaal over Zijkanaal Zee en het Spaarne naar Haarlem. 5 sluizen komen we tegen en de bruggen zijn allemaal beweegbaar of hoog genoeg. Even Kampen filmen hoor, dan krijg je daarna weer koffie van me. Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Nou, dat je eerst de stroom tegen hebt. Ja, je merkt het wel. We varen ongeveer een kilometer minder snel dan anders. Dus nu met een vaartje van 9 kilometer, anders ongeveer met 10. Hetzelfde toerental. En de rivier is hier nog breed, hè? Ja, en dus ook het eind van de ijsdop. Hij is breed. Ik denk dat het aan het begin nog wel meer scheelt. Dat scheelt het al gauw een kilometer of 4, 5. Ruim 20 jaar is er geruzied over dit vaarwater. De inzet, bescherming van de roerdop en de grote karakiet. Tegenover droge voeten voor Kampen. Toch is hier gekomen het Reefdiep. Alle bezwaren gericht op de ontwikkelingen van het gebied Reven zijn door de Raad van State van tafel geveegd. We hebben mogelijk op het Reefdiep gaan varen. En dat betekent dat mensen met hun bootjes door kunnen varen nu. Vanaf Kampen, vanaf de IJssel, naar de andere kant toe, naar de Veluwe Randmeren. De vogels hebben 40 hectare nieuw rietmoeras gekregen. En ons scheelt het een flink aantal reisuren, zodat we sneller op de Randmeren terechtkomen. Hallo, dit is Marieke Rozier van de Canicula. Wij willen graag door de sluis. Top, dank u wel. Ja, het schip ligt dwars voor de brug. De brug gaat ook alweer dicht. Even kijken of we er langs kunnen. Het is wel een angstige avontuur voor die man, hè? Ik denk dat hij zich heeft laten verrassen door de wind. Dat hij dwars is komen te liggen. En hij heeft natuurlijk geen bokstroef, hè? Dus dat is best lastig. Maar goed, hij is weer los. Wij kunnen weer verder. Lekker werkdagje zo, hè? Ja, ik moet iets filmen, hè? Want dit heb ik allemaal al gefilmd. Dat is echt dat die oude botraven bedoelt u. Nou, dat is geweldig. Top. Oké. Dan komen we straks wel even betalen. Joe, doe. Dit is nummer 48. Zeilboot daar wel illegaal. Ja, dat kan. De illegale zeilboot maakt plaats. En zo liggen we tussen de prachtige botters van Bunschoten-Spakenburg. Het voelt toch een beetje alsof we voor het verkeerde feestje zijn uitgenodigd. Tussen al dit varend erfgoed.
Het echte feestje is 's avonds, als de botters één voor één het voormalige zeegat kiezen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eindelijk zien we jullie een keer. We volgen jullie. Oh, hij staat aan. Ja. We wouden net een stukje doen. Oh, goed zo. Nou, veel plezier. Leuk, bedankt. Doei. What's the story? What's the story? Nou, de story is dat we hier op een hele prachtige plek liggen. Ik wist niet wat ik hoorde toen de havenmeester zei... gisteravond dat we gewoon rechtdoor konden varen. In de oude Botterhaven. Ja, ik zei nog, moeten we niet naar de nieuwe haven? Toen zei hij, nee, gaan we naar de Botterhaven. Dan zie je ze allemaal uitvaren. Nou, dat was ook echt aan de orde. Dat was spectaculair. Ja, dat was hartstikke mooi. We gaan weer op tijd weg. Ja, vandaag richting Amsterdam, Markermeer over. Vroeg weg, want later op de middag begint het hard te waaien. En dat willen we het liefst even voor zijn. Ja, dat ene nare stukje hè, op de markt. Ja. Nou, we kunnen. Daar ligt Huizen. Vorig jaar hebben we daar een praatje gehouden voor de watersportvereniging. En toen werd ons verteld dat ze daar nog een veel grotere bottervloot hadden dan in Bunschoten-Spaak. Ja. Kijk, hier je zwemvest. Een reddingsvest. Geen zwemvest zeggen. Dat mag wel. Maar het is niet bedoeld om mee te zwemmen, maar om je te redden als het nodig is, denk ik. Iedere keer weer kijken van hoe werkt het ook alweer. Nou, ik kan straks wel vast. Amsterdam binnen. Ik moet je zeggen, dit is wel een stuk relaxter met de boot in Amsterdam dan met de auto. En zeker naar zo'n rustige en zonovergoten overtocht over het Markermeer. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt, dat het zo lekker rustig was. Ja, wachten hè. Sluis zit vol. Ja. Oranje sluizen hè, altijd druk. Ja. Maar nu zo net kwamen we langs die andere haven. Ik wees die hier nog even aan. Ja. Lijkt me veel beter. Ja. Gaan we daar de volgende keer heen? Ja, niet naar de volgepakte Sixhaven. Tegenover de Sixhaven ligt het Centraal Station, dat het zicht op het hart van Amsterdam blokkeert. Het werd gebouwd op 3 speciaal daarvoor aangelegde eilandjes in het IJ, waarmee de stad voor altijd werd afgesloten van het open water. Het Noordzeekanaal was toen al aangelegd, dwars door het IJ, dat meteen maar aan beide kanten werd ingepolderd. Kijk, dit is het IJ. En als we dan een paar jaar naar beneden scrollen,
En dan is het Noordzeekanaal dwars door het IJ aangelegd. En de grond aan weerskanten is ingepolderd. En met de opbrengst van die grond kon dan de aanleg van dat kanaal weer worden betaald. Ter hoogte van Velsen moesten de arbeiders nog een stukje door de duinen heen, waar meteen een sluizencomplex werd gegraven. Dat complex ziet er inmiddels natuurlijk heel anders uit. Nog maar kort geleden werd een nieuwe sluis opgeleverd, die geldt als de grootste zeesluis van de hele wereld. Zover gaan we niet vandaag. We slaan af bij Zijkanaal C, dat bij de grote sluis in Spaardam overgaat in het Spaar. Staat er nou? Sluis geldt €3,50. Te betalen in het sluiskantoor? Ja, doorvaren tot einde sluis en daar kan je pinnen. Verwachte schuttijd plus minus 30 minuten. Even voorbij Spaardam leggen we aan bij de Haarlemse Jachtclub. Een beetje in the middle of nowhere. Maar er is wel een restaurant naast de deur. En 's avonds voorzien de opstijgende vliegtuigen ons van een mooi lichtspel. Dat was een aangenaam verblijf hier in de jachthaven bij de Mooie Nel. Ja, de Mooie Nel. De Mooie Nel. Vroeger de Mooie Nel. Ja. Het zijn allemaal mensen die op mijn Facebook gereageerd hebben dat ze hier gezwommen hebben. Of oh ja? Dat hun kleinkinderen hier nou zwemmen. En die bult achter jou, dat is de voormalige vuilnisbelt van Haarlem. En dat is nu recreatiegebied. Uh-huh. Teletubbyland, zei iemand. Teletubby? Ja, dat ken jij niet, hè? Ja, ik ken de Teletubbies wel, maar... Waarom het Teletubbyland heet? Nou, vanwege al die bultjes. Ah. Heuveltjes. Ah. En nu op naar Haarlem. Ja, ik ben benieuwd of er een beetje plek is. We zijn nog redelijk vroeg. Maar het is daar altijd heel erg druk, hè? Nou, we zijn één keer eerder door Haarlem gevaren. Ja. Even aangelegd voor de boodschappen. Ja, maar van mensen horen we toch wel dat het daar altijd heel druk is. Maar goed, we gaan het zien. Vast wel een plekje voor ons. Kijk, daar is wel plek. Wou je daar al aanleggen? Ja. We gaan even boodschappen doen en een broodje halen. Als we terugkomen, worden we verwelkomd door een hels kabaal. Ze kregen hem ook niet stil, hè? Nee, het is een of ander alarm, maar waar het voor is, dat weet niemand hier. Waarschijnlijk moet hij binnen in het schip uitgezet worden. Maar ja, die mensen zijn weg. Daarom maken we dat we wegkomen. Haarlem in, die mooie stad aan het Spaarne. Het Spaarne stroomt, het Spaarne stroomt voorbij. Rechts bevindt zich de oude stad, ontstaan in de 13e eeuw. Met een geliefde wijk, de Vijfhoek.
Dit is een van de mooist bewaarde buurten van Haarlem. Haarlem bezit 66 bruggen. Voor ons zien we de niedrigste brugge dieser Tour. Im Sommer und im Herbst wird diese Brücke von Tausenden von Spinnen bevölkert. Es el hogar de miles de arañas, por lo que también se le conoce como Spinnenbrück. Straight ahead is a nice view of the Great or St. Bavo Church, built in the 15th century. Natuurlijk nemen we ook even een kijkje in het oudste museum van Nederland, het Teylers Museum, dat zichzelf het Museum van de Verwondering noemt. Verwonderen doen we ons zeker. Niet alleen over de collectie, maar ook over het gebouw. Deze ovale zaal die is nog helemaal authentiek. Alles wat hierin staat, alle kastenwanden, de vitrines, de inhoud van de vitrines. Vanaf de opening van het museum. En er zijn in het verleden grootheden geweest, zoals Napoleon, Tsaar Alexander I, Einstein, Verdi en nog veel meer. En nu wij. Ja, en nou wij. Het was wel een hele belevenis, hè, de Teylers. Alleen. Ging er eigenlijk wel veel te snel doorheen. Ja, we hadden natuurlijk eerst die rondvaart gemaakt en toen was het al vrij laat. Maar ik denk dat we gewoon een keertje terug moeten komen. Ja, absoluut. En wat vond je het leukste? Nou, eigenlijk die ovale zaal, want die was nog helemaal in authentieke staat. Maar ook al die instrumenten die er stonden, waarmee ze proeven deden. Het was vroeger al een museum, maar het was meer dan een museum. Het was eigenlijk ook een experimenteerplaats. En dat is wel ontzettend leuk om te zien. Je kijkt je ogen uit in Haarlem. En dan hebben we het nog niet eens over Kenau Simons dochter Hasselaar gehad. De vrouw die beroemd werd door haar rol tijdens het beleg van Haarlem. Kenau voer een vrouwenregiment aan bij de verdediging van Haarlem. Over de tientallen hofjes. Of over de eerste spoorlijn van Nederland tussen Haarlem en Amsterdam. Maar het water lonkt. We moeten verder. Je kunt ons steunen met een duimpje omhoog of met een gift via de knop bedankt, waarmee wij onze videoapparatuur up-to-date kunnen houden. We willen iedereen die dat al gedaan heeft super bedanken. We zijn er erg blij mee. En natuurlijk iedereen bedankt voor het kijken.